Erwin, je staat negende met Willem II. Ik kan me voorstellen dat dat een plek is waar je uiteindelijk op de lange termijn met deze club naartoe wil. De komende wedstrijd begint bij de vorige, Twente. Heb je daar de overtuiging gemist die je wil zien waar Willem II dan uiteindelijk moet belanden in dat linkerrijtje? Ja, dat vind ik wel eigenlijk. Ik vond dat ook het verschil tussen Twente en tussen ons in die wedstrijd. Qua voetbalniveau zit er niet zoveel tussen. Alleen ze hadden meer de echte drive en de echte wil om te winnen. En ook de overtuiging dan dat wij dat hadden. Maar ja, en daar begint toch uiteindelijk iedere wedstrijd weer mee. Jij weet dat de ploeg de kwaliteiten heeft om hier te staan. Anders sta je er ook niet. Is overtuiging dan de valkuil van Willem II? Nou ja, het iedere keer weer op kunnen brengen van wat er gevraagd wordt. Dat is een bepaald proces waar spelers wel in mee moeten. En dat zie je dat toppers, als we het nou over het allerhoogste niveau hebben, die doen dat 3 keer per week. En wij moeten dat 1 keer in de week doen. Ja, dat is niet iets vanzelfsprekends. Mensen vinden dat heel makkelijk, maar dat is niet altijd zo. En zeker als je een goede serie hebt gehad, een aantal wedstrijden zoals wij hadden, dan moet je wel iedere keer weer beseffen waarom waren we goed en waarom hebben we uiteindelijk punten gehaald. En dat begint dan weer bij wat we net over hadden, overtuiging. Overtuiging is mindset. Het kan ook zijn dat Willem II denkt, nou, wij moeten niet degraderen vooral. Dat is hier een jaar lang geroepen. Dan weet je dat dat zover is en dat je misschien denkt, oké, we zijn er. Ja, dat hoop ik dus niet. Want dan, dat wel bespeurt ergens in de club? Nou, nee, meer wat ik net zei. Hè, dat je in een aantal wedstrijden het goede resultaten hebt gehaald. En dan misschien net even denkt dat het een stapje minder kan. En dat kan absoluut niet. En ik hoop niet dat het zo is dat mensen denken van oké, we zijn veilig. Dus we zijn klaar. Ten eerste zijn we volgens mij nog niet veilig. En ten tweede, als je zo denkt, dan wordt het nog 9 lange wedstrijden. Terwijl er ook nog genoeg te halen is. En je op dat moment juist weer naar boven moet kijken. Laat ik eens zeggen dat je zo goed als veilig bent. Is er een nieuwe doelstelling? Er is naar buiten toe in ieder geval geen nieuwe doelstelling. Net zoals we aan het begin ook niet echt heel erg veel doelstellingen hebben gecommuniceerd. We zijn ambitieus en we staan op plek 9. En ik vind als je op plek 9 staat, dan moet je niet zeggen dat je niet op plek 9 wil eindigen. Want daar staan we nou eenmaal naar 25 wedstrijden. Maar er wordt nog een hele klus om dat wel voor elkaar te krijgen. Ja, daar gaan we voor vechten. Waarom gaan die doelstellingen niet naar buiten? Nou, dat vind ik eigenlijk ook niet echt nodig. Wat we graag willen is gewoon goed voetballen. En dan uiteindelijk kijken we wel waar dat toe gaat leiden. We hebben dat vanaf begin af aan niet echt gecommuniceerd. En dat kan eigenlijk ook wel, maar dat hoeft ook niet per se. Met wat er wel in de kleedkamer wordt gecommuniceerd, wat je dan lekker voor jezelf houdt, kan ik me voorstellen dat, wat het ook mag zijn, dat die pot van zondag heel erg belangrijk is. Want dat is juist een pot waarmee je die sprong kan gaan maken. Ja. Nou ja, ik heb al eerder gezegd, net op de persconferentie, we hebben een aantal wedstrijden de mogelijkheid gehad om de sprong te maken van plek 15, 16 omhoog richting de middenmoot en nu ook richting plek 9. Die hebben we een paar keer laten liggen. Vorige week hadden we hele goede zaken kunnen doen in Enschede. Die kans hebben we laten liggen. Nou, we krijgen deze week weer een nieuwe kans met Zwolle. Zwolle is een ploeg die ook ons in de nek hijgt en die ook wel daar bloed ruikt voor plek 9, om het maar zo te zeggen. Nou, aan ons de taak om te laten zien dat we geleerd hebben van vorige week. Dat we de echte drive hebben en de strijd hebben. Daar hebben we het afgelopen week natuurlijk heel veel over gehad. Dus ik ben daar wel zeer nieuwsgierig naar. Ja, Zwolle en sparringpartner, wordt het een oorlog met twee gelijke legers? Ja, ze hebben wel iets andere kwaliteiten dan dat wij hebben op het veld. Ze hebben voorin met aan de zijkanten ongelooflijk veel snelheid. Dus dat is wel echt een wapen wat wij op een andere manier invullen. Maar qua kwaliteit zal het elkaar weer niet veel ontlopen. En dan ben je vooral benieuwd naar of dat rechtgezet kan worden. Hè? Wat je dan te weinig in Enschede hebt laten zien. Ja, zeker. Kom nog een dingetje bij. We waren in Enschede en er was een uitvak wat ongelooflijk vol zat met de Willem II supporters. En ondanks dat wij de eerste helft zeker niet goed speelden, zijn die de hele wedstrijd achter ons blijven staan. En ik vind dat die mensen willen we ook heel graag wel iets teruggeven. En het liefst nu ook gewoon een eigen stadion. De selectie, hoe staat ervoor? Ja, goed. We hebben een pandemietje in je club. We hebben een pittig weekje achter de rug. Niet alleen door de uitslag in Enschede, maar vooral ook dat 6-7 jongens een aantal dagen ziek zijn geweest. Gelukkig vandaag iedereen weer op het veld. We missen alleen nog een paar geblesseerden. Dat zijn Heerkens die geopereerd is. Dat is Van Arnold, waar het nog net voor te vroeg komt. En dat is inderdaad ook Betje. Oelaar en Sol kunnen starten. Beide weer volle vrijdagtraining meegedaan, dus kunnen beginnen.
Ja, dat is de vraag. Dus we hebben vandaag besloten getraind en dat hebben we ook gedaan omdat we een aantal dingen willen testen, een aantal dingen willen proberen. Zonder dat meteen iedereen naar buiten toe daar conclusies over gaat trekken. En we gaan in ieder geval morgen kijken hoe die jongens ook door die training van vandaag heen zijn gekomen. Als ik het niet zie, dan moet ik het je vragen hier. Is dat ook een ander systeem? Want 4-4-2, ik kan me voorstellen dat, dat het kan werken, maar ik heb nog geen wedstrijd gezien waarin het 90 minuten werkte. Nee, dat klopt. Ik vond de eerste helft tegen Heracles was na de winterstop misschien wel onze beste helft in 4-4-2. Maar er zijn ook momenten geweest dat we dat niet goed hebben gedaan. Dus we hebben, daar zitten ook een aantal tactische dingen in waar we het uiteraard over hebben gehad. Ook tegen Twente, die ons vol onder druk gingen zetten. Lagen er heel veel momenten in de diepte en bleven wij maar combineren. Nou ja, ook van dat soort dingen moeten we leren. Dus we zijn druk bezig om proberen beter te worden, om proberen groter te worden. Ja, en dan af en toe krijg je wel eens een keer een flinke tik op je neus. Dan moet je weer van herstellen. Ja, maar train je weer op 4-3-3, op nieuwe varianten? Nou, juist daarom hebben we vandaag besloten getraind, dat snap je. Ik zie het zondag wel, bedoel je? Precies, je snapt het.